Goedemiddag iedereen. Mijn naam is Stefanie. Ik ben een van de oprichters van het steunpunt kinderepilepsie. Wij hebben een heel klein beetje vertraging omdat wij een technisch probleem hadden. Dat hadden we de vorige keer nog niet meegemaakt. Het moest er dus van komen. Maar dus vandaar het klein beetje vertraging. Goedemiddag dus, welkom op het webinar over de ketogeen dieettherapie bij ernstige kinderepilepsie. We organiseren dit webinar samen met Nutritia. Zoals ik daarnet al gezegd heb, ik ben Stefanie, een van de oprichters van onze VZW Steunpunt Kinderepilepsie. Steunpunt Kinderepilepsie is een kleine patiëntenorganisatie die wij samen met andere ouders die ook een kindje hebben met refractaire kinderepilepsie 2,5 jaar geleden ongeveer hebben opgericht. En wij geven ondersteuning, zowel emotioneel en praktisch, aan andere gezinnen die ook door hetzelfde lot getroffen worden als wij. Er staat heel wat op het programma vandaag. We hebben ook een heel strak programma. We hebben 2 uur voorzien, maar dat is goed gevuld. Maar we hebben wel al een kleine wijziging doorgevoerd aan de initiële agenda. We gaan namelijk in het eerste deel, vooraleer we een kleine 10-tal minuutjes pauzeren, alle presentaties geven. Tijdens die presentaties gaan we het onder meer hebben over het werkingsmechanisme, het opstarten met het ketogene dieet, de kenmerken van de verschillende soorten ketogene diëten en de mogelijke nevenwerkingen. In het tweede deel, na dus een kleine pauze van een 10-tal minuten, gaan we heel praktisch aan de slag gaan. Dat is ook een deel waar ik, uiteraard ook het eerste deel, maar zeker ook het tweede deel waar ik ook heel erg naar uitzie. We bespreken onder meer hoe je je keuken best inricht, vooraleer je met de ketogene dieettherapie start. En welke basisproducten je best in huis haalt. Je krijgt ook toegelicht hoe Nutritia je kan helpen bij het toepassen van de ketogeen dieettherapie. En we demonstreren live de bereiding van 2 ketogene gerechten. We hebben verschillende sprekers vandaag hier aanwezig tijdens dit webinar. De eerste spreker is Dr. Christine Verhaert. Zij is kinderneuroloog, werkzaam in het revalidatiecentrum te Pulverbos. Zij heeft heel wat ervaring met de opvolging van kinderen met ernstige epilepsieën en met de ketogeen dieettherapie in het bijzonder. De tweede spreker deze namiddag is mevrouw Christel van de Kerkhoven. Zij is pediatrisch diëtiste, werkzaam in het UZ Leuven en zij begeleidt al jaren meerdere patiëntjes die de ketogeen dieettherapie volgen. We hebben ook mevrouw Els Joris. Zij is tevens pediatrisch diëtiste, werkzaam in het revalidatiecentrum Pulderbos en zij staat dagelijks kinderen bij die de ketogeen dieettherapie volgen. En tot slot hebben we mevrouw Marianiek Brekpot. Zij is Medical Science Liaison bij Nutritia. En Nutritia is dus producent van onder meer heel wat ketogene producten. Een aantal praktische zaken, vooraleer dat we dan definitief van start gaan. Zoals de vorige keren wordt ook dit webinar opgenomen. Het wordt aansluitend op de uitzending vandaag beschikbaar gesteld. Dus de videoopname via onze Facebookpagina en ook via onze social media. Omwille van het strakke programma vandaag zal het, vrees ik, niet mogelijk zijn om live op vragen van jullie te antwoorden. Jullie zullen wel jullie vragen kunnen stellen, schriftelijk dan via de Q&A-functie die op jullie scherm staat. En wij zullen dan bekijken, in de mate van het mogelijke, ook op die vragen beantwoorden, maar dan via mail na afloop van dit webinar. Mocht er alsnog tijd resten vandaag, dan gaan we zeker live ingaan op jullie vragen. Kortom, hou jullie niet in om vragen te stellen, maar mogelijk zullen ze aansluitend op dit webinar schriftelijk beantwoord worden. Nog een klein detail. Jullie staan dus, zoals jullie merken, allemaal op mute. Jullie zien ons, wij kunnen jullie niet zien. Oké, vooraleer ik de eerste spreker het woord geef, zouden we nog heel graag een kleine
poll doen. Wat bedoel ik daarmee? We gaan jullie een aantal vragen stellen en zo op die manier krijgen we een idee van welk publiek vandaag bij ons aanwezig is. De vragen, je ziet er hier de eerste verschijnen op jullie scherm en jullie krijgen heel even de tijd om daarop te antwoorden en dan kunnen we live ook jullie antwoorden bekijken. Dus indien je ouder bent van een kind met epilepsie, hoe oud is je zoon of je dochter? Oké, ik denk dat we de poll bijna kunnen afsluiten of dat we nog heel even wachten. Ik denk dat we ze kunnen afsluiten. Oké, en we gaan nu de resultaten delen. Dus jullie zien dat de meeste mensen vandaag een kind hebben tussen de 7 en de 12 jaar. En in tweede instantie, als ik het goed bekijk, tussen 2 en 6 jaar. Oké, een volgende vraag. Wat is de indicatie van je kind? Je kunt ook meerdere antwoorden hier geven. Ik laat jullie even kijken en even stemmen. Ik zie dat de resultaten behoorlijk wat veranderen. Ja, ik denk dat we de vraag kunnen afsluiten. En dus de meest voorkomende indicatie, die is eigenlijk bijna op gelijke score. Mijn kind leidt aan een epilepsie-syndroom, 50%. En ongeveer 43% geen epilepsie-syndroom, maar wel een vorm van medicatieresistente epilepsie. En ook een aantal mensen toch met een andere metabole aandoening. Oké. Een derde vraagje. Volgt je kind momenteel de ketogeen dieettherapie of heeft je kind de therapie in het verleden reeds gevolgd? Als jullie dat nog heel even willen aanduiden, dat gaat snel. Oké, ik denk dat het antwoord heel duidelijk wordt. De meeste kindjes hebben nog nooit eerder de therapie gevolgd en 33% toch die momenteel de therapie aan het volgen is. Dus ofwel niet, ofwel momenteel de therapie aan het volgen. Oké, en tot slot een laatste vraag. Is of was de ketogeen dieettherapie succesvol bij je kind? Voor degenen die het nu volgen of die het reeds eerder gevolgd hebben. Ja. Gegeven de voorgaande antwoorden is de niet van toepassing wel relevant. Oké. Ik denk dat we de resultaten kunnen delen. Dus 29% zegt toch dat de dieettherapie succesvol was. Oké, goed. We hebben een idee van wie ons publiek is. Ik ga dan nu het woord geven aan onze eerste spreker. Met name Christine Verhaert. Christine Verhaert zal ons onder meer toelichten hoe je het beste start met de ketogeen dieettherapie, hoe je best aan monitoring doet en welke nevenwerkingen er eventueel kunnen ontstaan bij het laten volgen van je kind van de ketogeen dieettherapie. Als Christine haar slides opgestart krijgt, daar zijn ze al, dan geef ik heel graag het woord aan haar. We moeten nog juist zeker zijn dat ze niet op mute. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Christine Verhaert.
Mag ik misschien voor de zekerheid even aan Stefanie vragen om te knikken als ik goed verstaanbaar ben? Oké, ja. Mijn naam is Christine Verhaert. Ik werk inderdaad als kinderneuroloog verbonden aan het revalidatiecentrum Pulderbos, ook een stukje aan het UZA. Ik werk daar in het epilepsiecentrum, dat eigenlijk ingebed zit in het revalidatiecentrum en vooral met de groep kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie. Het was mijn taak vandaag om jullie toe te lichten inderdaad hoe een ketogeen dieet in de praktijk wordt opgestart, wat we monitoren, welke nevenwerkingen we kunnen verwachten en ook hoe een ketogeen dieet combineerbaar is met medicatie. Gepland was dat ik voorafgegaan zou worden door collega professor Renier uit Nederland, die jullie iets meer zou vertellen over de geschiedenis van het ketogeen dieet, maar ook over de werkingsmechanismen en de indicaties. Ik begreep dat er nog een kleine hoop is dat hij misschien straks zijn stukje gaat kunnen toelichten. Maar we gaan alvast starten met het deel dat ik jullie zou vertellen. Dus ketogeen dieet, dat is eigenlijk een verzamelnaam voor niet één, maar verschillende diëten die wel een gemeenschappelijk doel hebben, namelijk het lichaam en dan vooral de hersenen in een ketotische toestand brengen. En waarbij dat die diëten wel wat gelijkaardige of gemeenschappelijke kenmerken hebben, namelijk ze brengen hun werking door een hoog gehalte aan vetten, een zeer beperkt gehalte aan koolhydraten en een zeer afgemeten hoeveelheid eiwitten. Het opstarten en opvolgen van zo'n ketogeen dieet verloopt in verschillende fases, gaande van een voorbereidingsfase tot uiteindelijk de beslissing om het dieet te stoppen. Het zou gezien de tijd echt veel te ver gaan om in detail op deze fases in te gaan, dus ik kan eigenlijk enkel maar een aantal dingen aanraken. Moesten er nadien vragen zijn voor bijkomende informatie, dan ben ik graag bereid om jullie daar naartoe te leiden, naar die informatie. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de voorbereidingsfase van een ketogeen dieet is. Daar moeten echt enorm veel dingen gebeuren in zo'n voorbereidingsfase. We gaan er een aantal kort aanhalen. Maar ik wil alvast zeggen dat de hoofdmoot van het werk rekenwerk is dat door de diëtisten gebeurt en wat echt zeer arbeidsintensief is. Daarnaast in mijn ogen is een enorm belangrijk stuk van de voorbereiding is zorgen dat kinderen en ouders voldoende en correcte informatie hebben, zodat we samen een gewogen beslissing kunnen maken over het wel of niet starten van het dieet. Wat professor Renier jullie ging uitleggen, maar hier even concreet gemaakt wordt, dat is dat er eigenlijk een aantal onderzoeken moet gebeuren bij het kind ter voorbereiding. Concreet gaat dat over minstens een bloedonderzoek, een urineonderzoek en een hartonderzoek, een EKG, met vooral twee doelen. Je wil aan de ene kant die kinderen eruit pikken die een onderliggende ziekte hebben, waardoor ze, het zij te veel, het zij heel moeilijk, ketonen maken of waardoor ze gemakkelijk een hypoglycemie krijgen. En aan de andere kant wil je op tijd die kinderen eruit pikken die een verhoogd risico hebben op een aantal ernstige nevenwerkingen, zoals hartritmeproblemen. Dat zijn de voornaamste redenen van deze voorbereidende onderzoeken. Heel erg belangrijk is het stuk waar je als team samen met kind en ouder inschat hoe haalbaar het is om ketogeen dieet te starten. Ketogeen dieet is een medische en moeilijke behandeling die heel wat motivatie vergt van zowel kind als ouder. En dus is het superbelangrijk dat zij allen een heel realistisch beeld hebben. Voor ons als team is het dan weer heel belangrijk dat we in detail weten hoe de voedingsgewoonten zijn van een kind. En ook als daar bepaalde bijzonderheden zijn in gedrag, dan moeten we die goed van tevoren weten. Ik denk bijvoorbeeld aan kinderen met een autisme-spectrumstoornis die hele grote gevoeligheden hebben voor bepaalde texturen of extreem zelfbepalend kunnen zijn in de keuze van hun voedingswaren. Dat zijn dingen om van tevoren heel goed mee in te calculeren.
Voor je start moet je kiezen uit de verschillende diëten. Dat doen we op basis van verschillende factoren. En er zijn grove richtlijnen. Bijvoorbeeld bij hele jonge kinderen kies je makkelijker voor een klassieke variant. Bij de adolescenten ga je makkelijker kiezen voor de meer variabele varianten van het dieet. Toch zijn dat geen hele strikte richtlijnen en kies je samen met ouders echt op maat, op basis van het kind en het gezin die voor je zitten. En in de praktijk is het ook zo dat je niet altijd een zuivere vorm kiest, maar dat er ook tussenvormen of combinaties van diëten worden gebruikt. Je beslist of de opstart ambulant zal doorgaan, dus van thuis uit, of residentieel, tijdens een opname. Daar komen we zo meteen nog even op terug. En je spreekt heel duidelijk met een gezin af hoe lang de proefperiode zal duren. Dat is belangrijk om deze reden. We weten intussen dat als het ketogeen dieet helpt, dat het voor een aantal kinderen echt heel snel zichtbaar is, al na enkele dagen of na een week. Maar voor meer kinderen wordt dat effect duidelijk in de loop van de eerste weken. En daarom is het belangrijk om voldoende tijd uit te trekken voor je beslist of het dieet voldoende helpt of niet. En eigenlijk vragen we van families echt een soort van engagement om als we starten te proberen die proefperiode vol te maken, tenzij er sprake is van ernstige of onaanvaardbare nevenwerkingen. Ik probeer vrij ver te gaan in het formuleren van doelstellingen met gezinnen. Meestal is het zo dat je ketogeen dieet start in een poging of in de hoop om aanvallen te verminderen of te stoppen. Toch zijn er ook een aantal andere voordelen beschreven, zoals het alerter worden, het een beetje oppikken qua ontwikkeling. Sommige mensen hopen op een afbouw van antiepileptica of op een vermindering van nevenwerkingen. En ik probeer dat echt concreet te maken. Bijvoorbeeld, vanaf wanneer beschouwen we het dieet als een succes? Hoeveel aanvallen willen we minder zien? Of welke aanvallen moeten er vooral stoppen? En als het kan, proberen we die doelstellingen ook functioneel te maken. Bijvoorbeeld, wat moet er veranderen in het leven van een kind om het als een succes te definiëren, het dieet? Bijvoorbeeld, weer naar school gaan of niet meer op intensieve zorgen belanden. Ten slotte ga je in de voorbereiding een bilans opmaken van de toestand van het kind om later goed te kunnen vergelijken. Dat bilans gaat enerzijds over voedingstoestand, dus we gaan wegen en meten. Gaat over epilepsie, we maken een gedetailleerde aanvalskalender en vaak een EEG-onderzoek. En soms ga je ook echt het functioneren van een kind in kaart brengen door neurocognitief onderzoek of door vragenlijsten om later goed het effect van het dieet te kunnen beoordelen. En dan starten we. Zoals gezegd, kan dat ofwel in een opname of soms ambulant, waarbij er ook grove richtlijnen zijn. Bijvoorbeeld hele jonge kinderen en kinderen met een verhoogd risico op complicaties, daar ga je sowieso best starten in een opname. Toch hangt het ook een beetje van de mogelijkheden van het centrum af of er ook ambulant gestart kan worden. Daarvoor zijn er heel intensieve contacten met de diëtisten nodig en dat is in het ene centrum meer haalbaar dan in het andere. We weten intussen voldoende om te beseffen dat we het dieet echt gradueel moeten invoeren. Dus in stappen en niet te brusk. En we weten ook voldoende om te adviseren dat je niet moet starten met vasten of met vochtrestrictie, zoals we dat vroeger wel deden. Vanaf we starten gaan we ook nevenwerkingen en parameters opvolgen. Want het dieet is net als alle andere behandelingen voor epilepsie een medische behandeling die ook mogelijk nevenwerkingen kan geven. En je kan die indelen in groepen naar gelang de fase van het dieet. Er zijn nevenwerkingen die typisch optreden bij het instellen, dus bij de eerste dagen, op korte termijn, een aantal weken, en op langere termijn, op maanden of jaren. Hypoglycemie, een te laag suikergehalte, hyperketose, te veel ketonen, en metabole acidose, verzuring van het lichaam,
Als je dat ziet, dan zie je dat vooral tijdens de opstartfase. En je ziet het ook vaker bij hele jonge kinderen of als je het dieet heel brusk introduceert. Vandaar het advies om gradueel rustig te starten, niet te vasten bij het begin. En om bij jonge kinderen en sommige andere kinderen echt heel bedacht te zijn op complicaties. We proberen ook echt een noodplan te maken om ons voor te bereiden op eventuele nevenwerkingen. Ik heb in de presentatie een aantal titels van artikels ingevoerd voor wie eventueel wat meer wil lezen. Nevenwerkingen die we de eerste weken vaak tegenkomen, zijn vaak maag-darmnevenwerkingen, zoals diarree en constipatie, dus de beiden. Wat misselijkheid of wat braken, dat zien we vooral bij de MCT-varianten van het dieet. En deze nevenwerkingen, hoewel ze vaak voorkomen, zijn meestal mild en zijn meestal ook echt goed behandelbaar. Ze zijn eigenlijk zelden een reden om het dieet vroeger te staken. Vermoeidheid en hongergevoel zijn nevenwerkingen die we ook af en toe horen in het begin. Tekorten in vitamines zien we vooral als we die vitamines te weinig bijgeven. Dus dat weten we goed. Suppletie van vitaminen en mineralen is belangrijk vanaf de start. En ook het bijgeven van selenium is belangrijk bij die kinderen die at risk zijn voor het ontwikkelen van hartritmestoornissen. Op langere termijn zien we vooral nierstenen en problemen met groei en botdensiteit als eventuele nevenwerkingen. Nierstenen komen vaker voor bij kinderen met ketogeen dieet dan bij andere kinderen. We zien nierstenen van verschillende soorten samenstellingen. En we weten ook dat het risico iets hoger ligt wanneer je tegelijk bepaalde antiepileptica zoals Topamax gebruikt. Deze nevenwerking houden we goed in de gaten door regelmatig urine op te volgen met een stikje, door echt het calcium te gaan meten of bij sommige kinderen ook door een echo-onderzoek te doen. Je kan deze nevenwerking voorkomen door voldoende vocht te geven en bij sommige kinderen ook door een medicatie te geven die de urine minder zuur maakt. We weten intussen dat als kinderen lange tijd, dus vooral jaren, ketogeen dieet nemen, dat er veranderingen zijn in de botdensiteit en in de lengtegroei van kinderen. Dat is een risico voor alle kinderen op ketogeen dieet en niet, zoals we eerst dachten, enkel bij de immobiele kinderen. Intussen weten we ook duidelijker dat wanneer je het ketogeen dieet stopt, dat er een soort van inhaalgroei is en dat er op lange termijn eigenlijk geen grote verschillen meer zijn. Toch volgen we het goed op, vooral door de voedingstoestand goed te monitoren en dan met name de eiwitbehoeften en bij sommige kinderen door een botscan te doen. Er is goed onderzocht of ketogeen dieet een verhoogd risico geeft op het dichtslibben van bloedvaten. En eigenlijk weten we intussen voldoende dat dat niet het geval is. Of althans, daar zijn op dit moment geen duidelijke argumenten voor. We weten wel, dat zeiden we al eerder, dat in heel zeldzame gevallen er hartritmestoornissen kunnen optreden. Die kinderen die at risk zijn, daarvoor kan je van tevoren eruit pikken door een EKG-onderzoek. En daar is die suppletie van selenium extra belangrijk. Zoals je merkt, is het belangrijk om bepaalde dingen goed op te volgen. En in de praktijk gaat het op korte termijn vooral over glycemie, suiker en de ketonen. Glycemie controleren, dat doe je dus vooral om nevenwerkingen op te sporen, met name hypoglycemie. En dat doen we vooral in het bloed, met een bloedprik. En dat doen we vooral in de beginfase, in de opstartdagen of weken, doen wij dat systematisch, 2 keer per dag. En nadien doen we dat vooral in bepaalde specifieke omstandigheden, zoals wanneer een kind ziek is of wanneer ouders tekenen zien van een hypoglycemie. Ketonen prikken, dat doe je om meerdere redenen. Dat doe je ook om nevenwerkingen op te sporen, maar je kan dat ook als een soort van parameter gebruiken om te kijken hoe goed het dieet zijn werk aan het doen is. Soms helpt het ons om aan te tonen dat er verborgen suikers ergens in het dieet binnendringen.
Je kan ketonen meten op verschillende manieren, in bloed, urine en ademhaling. In de praktijk is het vooral via bloed en urine dat we doen. En ook daar varieert de frequentie. Je doet het frequent bij het opstarten. Je doet het minder frequent als het kind stabiel in ketose is. En je doet het opnieuw iets frequenter als er tussentijds problemen zijn, zoals bij ziekte. Het meten van ketonen in bloed versus urine heeft, elke manier heeft bepaalde voordelen en nadelen. Het komt er concreet op neer dat je bloedcontroles vooral in het begin doet en in acute situaties en dat je urinecontroles vooral uitvoert in meer stabiele, lange termijn situaties. Zoals je hoort zijn er een aantal omstandigheden waarop je je best voorbereidt en waarin je best weet wat gedaan. En dat is voornamelijk bij hypoglycemie, dus suikertekort, hyperketose en wanneer een kind op ketogeen dieet ziek wordt. Voor hypoglycemie proberen we ouders vooral uit te leggen dat het belangrijk is om bepaalde symptomen of tekenen te herkennen. Een kind dat een symptomatische hypoglycemie heeft, gaat vaak bleek zijn, zweterig of beverig zijn, ofwel geagiteerd zijn of net wat suffer zijn of verward. En in heel extreme gevallen kunnen er ook convulsies optreden. Een hypoglycemie, of ik moet zeggen een lage suikerwaarde, moet je anders interpreteren en anders behandelen bij kinderen die ketogeen dieet nemen dan bij kinderen die geen ketogeen dieet nemen. En dat is omdat onder ketogeen dieet je hersenen eigenlijk een stuk beschermd zijn door de reservebrandstof van de ketonen die zij ontvangen. Of anders gezegd, bij ketogeen dieet gelden er andere normen voor het behandelen van hypoglycemie dan bij andere kinderen. Daarom maken we vaak gebruik van een protocol dat in het beste geval gepersonaliseerd is. Dus echt aangepast op het kind zelf. En dat er bijvoorbeeld zo zou kunnen uitzien. En waarin je aan ouders uitlegt, in deze en deze omstandigheden moet je deze acties ondernemen. Een beetje hetzelfde geldt voor hyperketose. Ook daar kan je aan een aantal tekenen herkennen wanneer er mogelijk sprake is van een hyperketose. Bijvoorbeeld een zuchtende ademhaling, een snelle hartslag, blozen of flushing. En ook daar kunnen prikkelbaarheid en sufheid, maar ook braken mogelijke tekenen zijn. Hetzelfde geldt hier. Bij kinderen onder ketogeen dieet is niet alleen het getal bepalend. Hoge ketonenwaarden worden door sommige kinderen veel makkelijker verdragen dan door andere kinderen. En dus eigenlijk, als je dat gaat corrigeren, dan doe je dat best ook door een protocol dat aangepast is op het kind zelf. In beide gevallen, hypoglycemie en hyperketose, is er een snelle en een eenvoudige manier om dat te controleren. En dat is door het geven van suikers. Maar dat heeft ook een aantal risico's. En dus doe je dat best volgens afspraak met je arts en met je team. Als kinderen ziek worden onder ketogeen dieet, treden er sneller en vaker nevenwerkingen op en is het belangrijk om vaker te controleren, vaker te prikken. Ook raden we aan dat ouders snel contact opnemen met hun behandelende arts, die hen heel gerichte adviezen kan geven naar hoe je bijvoorbeeld extra vocht geeft, hoe de samenstelling daarvan is en hoe snel je dieet terug kan introduceren. De meeste kinderen met ketogeen dieet nemen ook medicatie, omwille van hun epilepsie. En er is goed nagedacht over hoe die twee met elkaar gecombineerd kunnen worden. Om te beginnen moeten we elke keer goed nadenken hoeveel suiker er in de medicatie zit die een kind al neemt. Waarbij we weten dat siropen en koudtabletten vaak opvallend grote hoeveelheden suikers of koolhydraten bevatten. En waar mogelijk proberen we dan over te schakelen naar een andere vorm van dezelfde medicatie. Als dat niet lukt, als dat voor een kind niet haalbaar is, dan aanvaarden we die hoeveelheid koolhydraten en vragen we aan de diëtist om die mee in rekening te brengen in het dieet. Omgekeerd heeft men proberen te onderzoeken of ketogeen dieet en antiepileptica elkaars werking beïnvloeden. Op dit moment zijn er
weinig argumenten om dat aan te nemen. Dus je kan ketogeen dieet starten best zonder dat je antiepileptica aangepast worden qua dosis. Wel weten we dat bij sommige antiepileptica we extra voorzichtig moeten zijn op bepaalde nevenwerkingen. Zoals we daar juist al zeiden, bij Topamax voor nierstenen, bij Depakine voor lage carnitinegehaltes of voor verhoogde levertesten. Maar dus eigenlijk zegt men, dosisaanpassingen van antiepileptica zijn niet nodig bij de start van een ketogeen dieet. Als ketogeen dieet goed helpt, dan is het vaak mogelijk om medicatie af te bouwen. Als we dat doen, dan doen we dat altijd voorzichtig in stappen. Meestal niet helemaal, niet alle medicatie en ook meestal niet in de eerste maand na het opstarten van een ketogeen dieet. Het dieet is in al zijn verschillende vormen restrictief. Dat wil zeggen dat het belangrijk is om erover te waken dat je voldoende vitaminen en mineralen toevoegt om een goede groei mogelijk te maken. Ook calcium en vitamine D zijn noodzakelijk voor alle kinderen en jongeren op ketogeen dieet om de botdensiteit en de groei mee te bewaken. Na de opstartfase komen we in de fine-tuning-fase. En dat betekent eigenlijk dat de diëtist hele kleine wijzigingen gaat aanbrengen in je dieet met als bedoeling om het effect zo optimaal mogelijk te krijgen en de nevenwerkingen zo minimaal mogelijk. Tot je dus aankomt aan het moment dat je had afgesproken met de familie om te gaan evalueren. En dan zit je samen en dan breng je echt verschillende dingen in kaart. Ten eerste, zijn we erin geslaagd om het lichaam voldoende en stabiel in ketose te brengen? Ten tweede, hebben we onze doelstelling van effectiviteit, hebben we die bereikt, of in welke mate wel of niet? Ten derde, wordt het dieet voldoende verdragen of zijn er nevenwerkingen? En ten vierde, hoe haalbaar is het voor dit kind en deze familie om het dieet langere tijd vol te houden? Dat leg je allemaal in de weegschaal en dan maak je samen een gewogen beslissing. Ofwel stoppen we, ofwel gaan we verder. Als we langere tijd verder gaan, dan moet het dieet ook verder opgevolgd worden, maar dan gebeurt dat met grotere tussenpozen. Best door een multidisciplinair team. En elk team heeft zo zijn vaste momenten waarop het kind best wordt teruggezien en ook een aantal controles die dan systematisch worden uitgevoerd en waarvoor er goede richtlijnen in de literatuur zijn. En je kan je voorstellen dat dan lengte, gewicht, groei, ketose, bloedonderzoek, urineonderzoek, vaste terugkerende waarden zijn. En voor sommige kinderen zal daar ook een controle van hart, nieren of botten nodig zijn. En tenslotte komt er een moment waarop je samen beslist om het dieet te eindigen. En meestal is dat ofwel omdat er geen goed evenwicht meer is tussen het effect, de nevenwerkingen en de haalbaarheid. Ofwel, bij kinderen bij wie het dieet wel goed werkt en goed wordt verdragen, beslissen we meestal na een tweetal jaar om alsnog te stoppen. Ook daar zijn richtlijnen over hoe je dat best doet. In de literatuur vind je nogal eens terug afbouwen en stoppen over 3 maanden. In de praktijk doen wij het vaak een stukje sneller. Als het dieet echt goed gewerkt heeft en je stopt uiteindelijk, dan valt het op dat bij sommige kinderen aanvallen terug wat opflakkeren en dat bij een aantal andere kinderen het effect behouden blijft. Het is in theorie mogelijk om het dieet heropstarten, maar dan is nog een strengere evenwichtsoefening nodig van voordelen en nadelen. Ik kom aan het einde van mijn praatje, want mijn tijd is om. Het is meteen duidelijk dat je zo'n dieet niet als ouder, niet als diëtist en ook niet als arts in je eentje kan starten. Je hebt daar echt een hele ploeg voor nodig. En ook daar zijn er weer richtlijnen. Maar eigenlijk een arts die vertrouwd is met het dieet, een diëtist die gespecialiseerd is in het dieet en een gespecialiseerd verpleegkundige, dat is eigenlijk het minimum. Dat is de kern van je team. En daarnaast is het heel erg helpend als je een apotheker bij de hand hebt die er heel erg mee vertrouwd is.
een kinderpsycholoog of orthopedagoog en maatschappelijk werker die de specifieke uitdagingen van zo'n dieet kennen. Ik heb zelf het grote geluk om in zo'n team te mogen samenwerken in Pulderbos en ervaar hoe al die verschillende hoofden en handen nodig zijn om dat tot een goed einde te brengen. Dat is het einde van mijn praatje. Als ik straks nog vragen kan beantwoorden, dan probeer ik dat met plezier. Oké, hartelijk dank Christine voor je heel duidelijke toelichting. Ik denk dat we al heel wat geleerd hebben over het ketogeen dieet, ook opstart ervan, ook mogelijke nevenwerkingen. Ik ga zo dadelijk het woord geven aan Christel van de Kerkhoven, die vanuit haar praktijkervaring ook als pediatrisch diëtiste verder zal gaan op de ketogeen dieettherapie. De verschillende kenmerken van de soorten ketogeen dieettherapie zal toelichten, onder meer, en ook een casus zal bespreken. Als Christel klaar is, dan geef ik haar heel graag het woord. Daarvoor gaan we haar micro aanzetten en gaat ook nog de presentatie moeten gedeeld worden. Hè? Christel, ja, voilà. Ja, ik denk dat jullie mij horen. Ja. Horen ondertussen? Ja. Oké, prima. Probeer. Ja, oei, ik ben al eentje te ver. Ja, we kunnen van start. Goedemiddag allemaal. Dank aan Stefanie en Freek voor alle ondersteuning om deze webinar mogelijk te maken. Want voor mij is dit een eerste ervaring om op deze manier een presentatie te doen. En dat geeft toch wel een beetje ongerustheid. Maar ik ben al blij dat we zover zijn en dat de presentatie toch mooi op het scherm komt. Ik werk dus in ongeveer 30 jaar als pediatrisch diëtiste in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. En ik heb daarbij 20 jaar geleden mijn eerste ketogene patiënt opgestart en ondertussen blijven wij eigenlijk op regelmatige basis ketogene patiënten opstarten en nemen wij die in de follow-up en hebben wij toch enige ervaring kunnen opbouwen. Het eerste in mijn verhaal dat ik jullie toch wil duidelijk maken, dat is dat er een groot verschil is tussen wat je op internet of in de media allemaal terugvindt rond keto-diëten, waarbij we horen dat BV's bijzonder veel kilo's kunnen afvallen omdat ze op een ketogeen dieet gaan, waarbij we ook op internet heel wat vormen van ketogene diëten zien verschijnen. Ik wil daar toch wel duidelijk bij benadrukken dat de vorm van ketogeen dieet dat wij hier vandaag over spreken, dat dat toch wel een heel ander verhaal is dan wat dat u in de media gaat terugvinden. We spreken dan ook niet enkel over een ketogeen dieet, we spreken eigenlijk over een ketogene dieettherapie, waarbij we willen erop wijzen dat het over een medische behandeling gaat, waarbij we gebruik maken van een dieet dat gekenmerkt wordt door een hoog vetgehalte in combinatie met een adequate eiwittoevoer. Dat wil zeggen, wij gaan specifiek goed erop toekijken dat ons kind in groei en ontwikkeling perfect evolueert en dat het lichaam in een gezonde toestand blijft. Dus die aanbreng van onze eiwitten blijft daar ook wel heel belangrijk. Willen we de combinatie van een hoog vetgehalte en een adequate eiwitintake, dan rest er ons niet veel ruimte meer om de koolhydraten binnen de maaltijden nog aan te bieden. Jullie zien op het scherm ook de procentuele verdeling van vetten, eiwitten en koolhydraten. En verderop in mijn praatje zullen jullie ook zien dat dat dus sterk afwijkt van wat wij gezonde voeding noemen. Waarom doen we dat nu? Wel, we doen dit om een ketoneproductie in ons lichaam op gang te brengen.
In principe zou u het kunnen vergelijken met een vaste proces dat we proberen na te bootsen in het lichaam. Dus wat gebeurt er tijdens een vaste proces? We gaan eigenlijk de suikers, onze voornaamste en eerste energiebron, gaan we dusdanig beperken, waardoor het lichaam tekort komt in energie, tekort komt in suikers. En het lichaam gaat daarop reageren door een vaste, of door eigenlijk een metabole verandering aan te pakken, zijnde we gaan onze vetreserves gaan aanspreken en we gaan proberen op basis van vetten de nieuwe energiebron aan te brengen. Dus de vetzuurverbranding gaat op gang getrokken worden omdat er te weinig suiker in het lichaam aanwezig is. Hierbij gaan we ook ketonlichamen produceren en dat is, zoals dokter Veraart ook al zei, een van onze parameters waarop we kunnen kijken of het ketogeen dieet eigenlijk in het lichaam op gang komt. We hebben dus verschillende ketonlichamen die we gaan meten en waarop we ons dieet gaan verder afstemmen. Het is ook zo dat u verder in mijn praatje nog gaat horen spreken over MCT-vetten, medium chain triglyceriden of middellange ketenvetzuren. En deze zijn eigenlijk vetten die de ketonproductie in het lichaam sneller op gang kunnen brengen en waar we dus ook ons voordeel kunnen uithalen omdat we van een liberaler dieet dan kunnen gaan toepassen. Hier wil ik eigenlijk aantonen, hier zit het grote verschil tussen de lifestyle keto-diëten en de diëten die wij willen gaan gebruiken in het kader van therapieresistente epilepsie of in bepaalde metabole ziekten. Het is zo dat je eigenlijk de ketose in je lichaam op dusdanig hoog niveau moet brengen om een effect te zien, een positief effect te zien op de epilepsie of binnen die bepaalde metabole ziekten zijn de GLUT1-deficiëntie of pyruvate hydrogenase-deficiëntie. Wat wil dat zeggen? Als u op die grafiek of op die parabool hier kijkt, dan gaan we eigenlijk streven naar een ketoneproductie in het bloed tussen 2 en 5 millimol per liter. Maar dan ziet u dat u eigenlijk vooral naar de rechterkant van de grafiek overhelt en u meer heel dicht bij de rode zone zit, dus een beetje de gevarenzone waar we een risico hebben als ons kind in die rode zone komt, een risico op slaperigheid, sufheid en als we echt niets doen, ook eventueel een ketotisch coma kunnen belanden. Natuurlijk, dokter Veraart heeft dat ook al heel duidelijk aangegeven, wij hebben ook heel wat noodscenario's en protocols opgezet die wij aan de ouders en de patiënten doorgeven om te vermijden dat ze natuurlijk vooral naar de rechterzijde van de grafiek zouden overhellen. Dus dat zit zeker mee in onze educatie. Maar de lifestyle diëten gaan ten allen tijde in de groene zone blijven. Dus vandaar is het risico van die vermageringsdiëten op basis van koolhydraatarme diëten gaat er eigenlijk niet zo'n groot risico zijn. In dit geval, in de therapie voor therapieresistente epilepsie, zitten we dus wel degelijk in een hogere ketose dan in die lifestyle diëten. Daar zit het grote verschil. Goed, hoe gaan we nu dat vaste proces nabootsen? Hoe gaan we nu, welk dieet gaan we nu kunnen hanteren om zo'n metabole verandering in ons lichaam teweeg te brengen? We hebben daarvoor verschillende protocols die we kunnen hanteren. U ziet ze hier opgelijst op basis van onze eerste gesprekken met de patiënt en op basis van
welke familie we voor ons hebben, welke problematiek we voor ons hebben. Gaat het over een jong kind of een ouder kind? Op basis van al die zaken gaan we multidisciplinair met de artsen en de psycholoog of wie ook allemaal betrokken is bij dit kind, gaan we dan een beslissing nemen in welk van deze protocols voor dat kind het beste van toepassing zijn. Ik wil er met jullie een aantal overlopen. Hier ziet u er 5 of 6 staan. De meest gebruikte in ons centrum zijn eigenlijk de eerste 3 en een combinatie, zoals u in het vijfde ziet staan, het vijfde puntje ziet staan, een combinatie van die eerste 2 protocols. Als jullie in de literatuur of op internet gaan kijken voor ketogene diëten, zullen jullie heel regelmatig zien staan dat men spreekt van ratio 4-1, ratio 3-1. Jullie zullen misschien afvragen, wat betekent dit nu? Wel, het is eigenlijk een mathematische vergelijking. Het is zo dat binnen elke maaltijd van een ketogeen dieet je eigenlijk 4 keer meer grammen vet dan koolhydraten plus eiwitten moet hebben. Dus uw verhouding vetten moet 4 keer groter zijn dan de koolhydraten plus de eiwitten binnen elke maaltijd. Ik heb er hier een voorbeeldje bij gezet voor een dagelijkse intake van 1000 calorieën. Wil dit zeggen dat het kind of de persoon die dit dieet gaat volgen, 900 calorieën, zijn de 100 gram vetten per dag over de ganse maaltijden verdeeld, moet gaan eten. En dat we daarnaast nog overhouden, 100 calorieën zijn de 25 gram eiwitten plus koolhydraten die we ook over de verschillende maaltijden moeten verdelen. Zoals ik in het begin van het praatje ook al zei, is het belangrijk dat we zeker primair de eiwitbehoeften van het kind gaan realiseren en dat we de rest eigenlijk in koolhydraten gaan verdelen. Dit maakt in ons voorbeeldje van een kind van 10 kilo dat we 10 gram eiwitten moeten verdelen over de maaltijden, maar dan rest ons slechts 15 gram koolhydraten die we over de dag kunnen verdelen. In de praktijk, om het iets visueler te maken, spreken we dan over 1 sneetje brood of 1 stuk fruit dat we in de loop van de dag gaan verdelen. Goed, dus u begrijpt al dadelijk dat het klassiek ketogeen dieet toch wel een hele uitdaging vraagt om gaan op te starten. Zoals dokter Veraert ook zei, gaan wij in Leuven ook vooral voor dit protocol kiezen bij jonge kinderen met een eenvoudig eetpatroon die helemaal nog niet bewust zijn van alle mogelijke gastronomische variaties binnen de maaltijden die er wel bestaan. En ook in het geval van een kind met zondevoeding gaan we zeker ook met het klassieke protocol werken. Er is, om de compliance te verbeteren, is er heel veel nagedacht in het verleden om het ketogeen dieet dus ook eenvoudiger te maken of iets liberaler te maken. En zo is men op het tweede protocol gekomen, het MCT-ketogeen protocol, waarbij we slechts met een totaal van 71 energieprocent vetten werken, maar waarbij we met speciale medium-chain triglyceriden, dus speciale MCT-vetten, gaan werken. En die hebben de eigenschap dat ze de ketose in het lichaam sneller, dus bij een lagere hoeveelheid vet, kunnen in stand kunnen realiseren, zal ik maar zeggen. Waardoor we meer ruimte krijgen voor koolhydraten en voor onze eiwitten. Je ziet dat de ratio dan dadelijk ook al een beetje zakt. Dus dit is een liberaler dieet. Het enige probleem is dat MCT-vetten makkelijk gastro-intestinale klachten geven. Maar
Als we de eerste weken kunnen overbruggen, gaat het lichaam zich ook aanpassen en gaan we minder en minder problemen met die gastro-intestinale klachten hebben. Nu, dit vraagt nog steeds een uitdaging voor onze patiënt om dat dieet te gaan volgen. En we zien dat eenmaal pubers of volwassen personen gewoon zijn aan een gevarieerde gezonde voeding, dan is het toch wel heel moeilijk om de stap te maken naar de twee eerste protocols. Vandaar dat we bij deze patiënten op wat oudere leeftijd of puberleeftijd dat we gaan kiezen voor het modified Atkins ketogeen dieet. Daar gaan we minder met de weegschaal werken en gaan we het allemaal ietsjes losser opnemen, maar we gaan wel zorgen dat onze patiënt niet meer dan 10, 15 gram koolhydraten per dag verdeeld over de maaltijden neemt. Het is wel zo dat we dan onze eiwit- en vetbronnen min of meer vrij laten. Het volgende protocol, het Low Glycemic Index ketogeen dieet, is een dieet dat wij in Europa en in België zeer weinig toepassen, omdat de koolhydraten met lage glycemische index minder gekend zijn en minder benoemd worden binnen onze dieetcultuur. Wat zijn koolhydraten met lage glycemische index? Ik denk dan aan alle zetmeelbronnen en vezelrijke zetmeelbronnen. Koolhydraten met hoge glycemische index zijn alle voedingsmiddelen die suiker bevatten of de pure suikerbronnen. Dus daar gaat men in dat protocol rekening mee houden en men gaat dit combineren met nog altijd een 60% energieprocent vetten. En ook in deze combinatie kan men een ketose in het lichaam op gang brengen. Maar zelf heb ik daar geen ervaring met dat dieetprotocol. Het laatste in de rij is eigenlijk een combinatie van de verschillende bovenstaande protocols. Zoals dokter Veraart ook al zei, moeten we proberen onze patiënt sowieso gemotiveerd te houden om het dieet te volgen. En vandaar gaan wij zoveel mogelijk meegaan in hoe we het dieet, hoe we de maaltijden eigenlijk aangenaam, smakelijk kunnen maken. En het kan dus perfect zijn dat we voor een lunch of een middagmaal gaan werken met een MCT-ketogeen dieet en dat we bijvoorbeeld als laatavondsnack een milkshake maken die puur op het klassiek protocol gebaseerd is. Maar dat lukt allemaal als je maar goed die ketonen opvolgt in de follow-up. Goed, hier ziet u de verdeling van gezonde voeding. En u ziet dat de koolhydraatfractie, de groene fractie, een belangrijk deel van onze gezonde voeding inneemt. Als u dan gaat kijken naar deze cirkel, dan ziet u dadelijk dat hier de vetfractie een heel belangrijke plaats inneemt. Dit is hier het klassiek protocol. Dus we werken hier met een zeer strikte koolhydraatbeperking. Het gaat om gepersonaliseerde dieetvoorschriften waarbij de weegschaal permanent op de keukentafel aanwezig moet zijn om alle voedingsmiddelen correct af te wegen, waarbij alles ook uitgerekend wordt voor de patiënten. Ik wil niemand ongerust maken. De diëtisten gaan u daar enorm in begeleiden en gaan die maaltijden ook allemaal voor u berekenen. Maar we kunnen u ook uitleggen hoe je zelf die maaltijden kan gaan berekenen. Maar dat zit allemaal in de educatie van de diëtisten. We werken dus sinds verschillende jaren niet meer met een vochtrestrictie. En ook starten we niet op met de vaste periode. Maar we gaan, zoals dokter Veraart zei, gradueel het vetpercentage in de maaltijden optrekken. We zorgen dat we zeker voldoende supplementen van micronutriënten aanbieden, want we zijn allemaal overtuigd dat dit alles behalve gezonde voeding is. Hoe kunnen we, wanneer gaan we dit toepassen? We hebben verschillende mogelijkheden in het kader van een zondevoeding of een kind met een vrij eenzijdig eetpatroon. Het kan in
gemixte voedingen, het kan in halfvaste voedingen, maar daar hebben we wel verschillende mogelijkheden. Dit zijn de producten waar we mee werken in een klassiek ketogeen dieet. De ketokal 4-op-1 en 3-op-1. De 3-op-1 vorm is eigenlijk de zuigelingenvoeding die we tot de leeftijd van ongeveer 1 jaar gebruiken. En de ketokal 4-op-1 wordt dan vanaf 1 jaar tot levenslang, als het moet, gebruikt. Al die zaken zijn ook terugbetaald, mits attest van de behandelende arts, maar deze zijn volledig terugbetaald. Net zoals de keopudding, die van de firma Vitaflow, is een pudding op basis van met ratio 3-op-1 en is net zoals de ketokal 4-op-1 een volwaardige voeding. Dat wil zeggen, die is volledig uitgebalanceerd qua vitamine en mineralen. Calogen is eigenlijk een heel leuk product om te gebruiken in uw bereidingen. Het is eigenlijk een emulsie van gewone olie, canola-olie, als ik mij goed herinner. Dat is 50% water en 50% olie. Maar het leuke van dit product is dat het eigenlijk volledig in elkaar, zoals het emulsie hoort, in elkaar oplost en dat we dus de vetfractie en de waterfractie niet van elkaar gaat scheiden. Dit maakt het heel bruikbaar in heel veel lekkere ketogene recepten. Hier ziet u wat voorbeeldjes van ketogene recepten. Centraal ziet u courgetteslierten in een tomatensausje. Onderaan het blije gezichtje is zalm of rundvlees, denk ik, met boursin. We hebben ook een broodje dat gemaakt is met kokospoeder, kokosnootpoeder of amandelmeel. En we zien ook nog mascarpone, bij het jongetje alleszins, mascarpone met de kiwi en ook weer wat rundvlees. Dus je ziet, het kan wel op een smakelijke manier aankomen. Dit zijn de mogelijkheden, zoals ik ook al zei, waar we gaan gebruik maken van ketokal als vorm van sondevoeding of flesvoeding voor onze baby's en voor kinderen die op sondevoeding noodgedwongen aangewezen zijn. MCT-protocol. Wat zien we daar? We gaan eigenlijk, u ziet dat de rode fractie iets vermindert, dat we dus slechts een 71 tot 75% vetten moeten geven, maar dat we dan wel met die MCT-fractie moeten, met die MCT-olie of emulsie moeten gaan werken. Verder gaan we hier ook nog steeds al onze diëten uitrekenen. Gaan we ook een gepersonaliseerd voorschrift maken. Maar we hebben hier wat meer variatie in ons eiwitten en koolhydraten. Het kan zeker ook als sondevoeding of flesvoeding, maar in de meeste gevallen kiezen we daar het klassieke protocol. Welke producten kunnen we daar dan ook voor gebruiken? We hebben net zoals de Calogen, de gewone olie in emulsies, hebben we een emulsie van MCT-vetten. Bij de Liquigen is dat een concentratie van 50% MCT-vetten. Bij de Beta-Quick zit er maar 20% MCT-vetten in die emulsie. We kunnen ook met de pure MCT-olie werken of MCT-margarine. Al deze producten zijn niet verkrijgbaar in een gewone winkel, maar moeten via de apotheek aangekocht worden. Sommige zijn wel terugbetaald, zijnde de Liquigen en de Beta-Quick zijn volledig terugbetaald via het Recif. Hier zien jullie de voorbeeldjes. Je ziet het bekertje of het glaasje met de witte substantie is eigenlijk de Liquigen. Maar je ziet dat hier wel plaats is voor een sneetje brood of een beetje chips of een aardappeltje bij de maaltijd. Dat kan in een klassiek protocol zeer moeilijk. En dan hebben we het Modified Atkins protocol, waarbij we sowieso de persoon op het dieet maximum 10 à 15 gram koolhydraten laten eten, verdeeld over de verschillende maaltijden.
waarbij we de vetbronnen vrij gaan laten gebruiken, maar waarbij we de eiwitbronnen ook in principe vrij, maar toch niet onbeperkt toelaten. We gaan hier ook de ketose of de ketoneproductie in dagelijks controleren. En op het moment dat we zien dat de ketose verlaagt, ga ik vooral kijken naar de hoeveelheid vlees en kaas en melkproducten de patiënt neemt. Want meestal is dan het probleem dat uw eiwitbron te groot wordt. Maar in theorie mogen we die vrij gebruiken. En gaan we geen afgewogen maaltijden berekenen. Dit is een veel losser protocol. En indien dit lukt, geeft dat even goede resultaten als de twee voorgaande protocollen. En het is dan ook beter om dit te gaan gebruiken bij mensen of personen die al gewoon zijn van heel gastronomisch of gevarieerd te eten. Sondevoeding en flesvoeding gaan we dit protocol niet toepassen, omdat we daar een ideale oplossing hebben met onze ketocal. En hoeven we zeker naar dit systeem niet over te stappen. Hier zie je dan die voorbeeldjes. Je ziet dat het vlees of de vis en de vetfractie voldoende aanwezig is. En we kiezen voor koolhydraatarme groenten, zodanig dat de koolhydraten beperkt blijven. Je ziet hier dus geen brood of geen aardappelen of iets of een broodje op de foto's afgebeeld. Willen jullie verder wat informatie, praktische informatie zal ik dan vooral ook zeggen, dan kunnen jullie op deze website zeker ten rade gaan voor receptjes van allerlei aard. Je kan daar ook de berekeningen van de maaltijden gaan opzoeken of zelf gaan berekenen. Maar laat het eerst aan de diëtisten om u wegwijs te helpen op al deze websites. Maar in ieder geval informatie, praktische informatie genoeg te vinden. Ten slotte wil ik met jullie nog eventjes kort een voorbeeldje van een kindje dat ik een paar jaar geleden heb opgestart met jullie doorlopen. Het gaat hier over een peutertje van 25 maanden die toch wel een ernstige mentale retardatie had en een ernstige ontwikkelingsachterstand ten gevolge van zijn therapieresistente epilepsie en waarbij we eigenlijk tot dan weinig resultaat hadden van de medicatie, antiepileptica. Hij deed gemiddeld 3 epileptische consulten per dag. Zijn voedingsschema zag er heel beperkt uit, omdat het kind qua ontwikkeling ook nog niet meegeëvolueerd was naar een peutervoeding van 25, voor een kind van 25 maanden. Je ziet dat het nog vrij beperkt is. Goed, duidelijk, het was voor ons zeer snel duidelijk dat we hier zeker met het klassiek protocol van start konden gaan. Je zal zien dat we de energieintake meestal iets, een 90% onder de normale behoefte houden, zodanig dat het kind iets of wat katabolisch, katabool wil zeggen dat het iets onder zijn normale energiebehoefte zit en dat we dus ook op die manier al een stukje de ketose op gang kunnen krijgen. De eiwitbehoefte zouden we nu iets lager stellen, maar in die tijd deden we dat op 1,2 per kilogram lichaamsgewicht. En we gingen dan de vetten introduceren, allemaal als gewone voedingsvetten, zoals we ze kennen in de gewone voedingsmiddelen. En we zouden van start gaan met 4 maaltijdjes per dag. De artsen hebben alle medicatie nagekeken op koolhydraatinhoud en hebben deze indien mogelijk vervangen door een koolhydraatarme variant. En we gaan de kinderen sowieso ook supplementeren met vaste supplementen van micro- en micronutriënten. Voilà, dit is het aangepaste voedingsschema dat we dan voor Tommy berekend hebben en waar we mee van start gegaan zijn. Dit is gegaan met een opname van 5 dagen, waarbij we
de ouders meestal de avond voor de opname of de dag voor de opname vragen om geen gesuikerde zaken meer aan te bieden, maar verder de gewone maaltijden. En dan komen zij 's ochtends nuchter naar het ziekenhuis, waarop wij dadelijk met een startschema beginnen. Niet met ratio 3,8 op 1 of 4 op 1, maar wel met ratio 1 of 2 op 1, waarbij we elke dag de ratio van de maaltijden, dus het extra vetten in de maaltijden, gaan toevoegen, zodanig dat we meer en meer of hogere en hogere vetintake krijgen. In die eerste 3 weken zie je dus qua aanvallen, dat is de rode lijn, de aanvalletjes gaan daar niet dadelijk spectaculair omlaag. We hebben de eerste 3 weken nodig gehad om het dieet te optimaliseren in functie van de ketoneproductie. Maar ik wil iedereen ervoor verwittigen dat het ook niet zo is dat je altijd in de eerste week dadelijk een spectaculair resultaat hebt. Daarom ook dat we met die proefperiode van 3 maanden werken. Je ziet wel, als we 2 maanden verder gaan, dat de aanvalletjes stapjes, mondjesgewijs of stapje per stapje verminderen en dat ze eigenlijk na 9 maanden op 0 vallen. Dus dat heeft dan ook zijn implicaties op die fysieke en mentale ontwikkeling. Het kind voelt zich beter, heeft veel minder epileptische consulten. In dit geval waren ze zelfs helemaal weggevallen. De medicatie kon afgebouwd worden, maar wat natuurlijk voor de ouders het meest spectaculaire was, dat het kind woordjes begon te formuleren, woordjes begon te praten en ook aan de hand voorzichtig begon mee te stappen. En een jaar later kon hij dan naar een aangepaste school. Dus toch wel een heel spectaculaire verbetering van de situatie. Na 9 maanden waren dus eigenlijk de epileptische consulten volledig verdwenen. Het kind heeft 3 jaar op dieet gestaan en heeft eigenlijk een perfecte evolutie gemaakt. Maar de consequentie was dan ook dat hij ondertussen wel door had dat hij op een zeer restrictief dieet stond en dat het veel moeilijker werd om hem van alle andere lekkere zaken af te houden. Natuurlijk, ondertussen was hij 3 tot 4 jaar ouder en waren er andere antiepileptica die ook in de strijd gesmeten konden worden. We hebben dan gekozen om het dieet af te bouwen, maar we hebben dat heel voorzichtig gedaan over 6 maanden, waardoor hij eigenlijk aanvalsvrij gebleven is ook na de stop van het dieet. Dit kort praatje om u toch te overtuigen dat er zeker en vast, ondanks de moeilijkheid van de ketogene dieettherapie, dat er zeker en vast een plaats is voor deze therapie in de behandeling van de hier vernoemde problematieken. Multidisciplinaire aanpak en goede ondersteuning van jullie als gezin is absoluut een noodzaak. Dus alsjeblieft, begin er niet alleen aan, maar vraag ons raad en ga bij uw neuroteam te raden om die dieet op te starten. En wij hopen natuurlijk dat we in de toekomst meer en meer ervaring en kennis kunnen opdoen om jullie daar nog beter in te kunnen begeleiden. Dank u wel en hier denk ik dat mijn verhaal ophoudt. Oké, dank u wel. Christel, voor je toelichting. Ik denk dat dergelijke praktische informatie altijd zeer nuttig is voor mensen. Zowel voor degenen die nog moeten starten met de ketogeen dieettherapie als degenen die reeds de ketogeen dieettherapie volgen. Wij gaan zo dadelijk 10 minuutjes pauzeren. We zijn een heel klein beetje over tijd gegaan, maar we zijn ook wel wat later begonnen daarnet. Vooraleer dat we 10 minuutjes gaan pauzeren, de tijd om even uw benen te strekken, gaan we misschien nog heel even over naar de keuken. Daar is een heel mooie keuken die op ons staat te wachten, waar Marianique
Brekpot en mevrouw Els Joris aanwezig zijn en straks onder meer een demonstratie gaan geven van twee gerechten. Zijn jullie er daar? Ik voel mij een beetje een journalist vandaag. Zijn jullie er daar klaar voor om straks na de pauze erin te vliegen? Ja, zo. Komt in orde. Horen jullie ons vanuit de keuken? Wij horen nu niet. Nee. Wij horen jullie prima. Ja, het is in ieder geval een prachtige keuken daar bij jullie. Dus we gaan nu 10 minuutjes in pauze gaan. En wij blijven eigenlijk gewoon online. We zullen een klok op het scherm laten verschijnen als de technologie mee wil, want het doet een beetje moeilijk vandaag. Maar kijk, dat hoort erbij, blijkbaar, bij een dergelijk webinar. En dan zien wij jullie over 10 minuutjes terug. Ja. Oké. Welkom terug, iedereen. Ik zie dat er gelukkig geen mensen vertrokken zijn uit het webinar na de 10 minuten pauze. Want dat had natuurlijk altijd kunnen gebeuren. Maar dat is niet het geval. We gaan over naar het tweede praktische gedeelte. Het is de eerste keer dat we dergelijk iets doen. Dus ik hoop dat, dat ook dit gedeelte goed zal verlopen. We gaan overgaan naar mevrouw Els Joris, die dus pediatrisch diëtiste is in het revalidatiecentrum in Pulterbos. En ook zo dadelijk naar Marianiek Brekpot van de firma Nutritia. En als ik het goed voor heb, dan gaat mevrouw Els Joris beginnen met een gedeelte waarin zij gaat toelichten hoe je best je keuken inricht als je met de ketogeen dieettherapie wenst te starten en ook welke producten enzovoort of tools je best in huis kunt halen. Dus als jullie er daar klaar voor zijn, dan zijn wij dat ook. En dan kunnen we met dat gedeelte van start gaan. Zijn jullie er klaar voor? Je moet je wel op unmute zetten dan. Lukt dat voor jullie? Ik denk dat jullie zelf nog heel even gaan moeten unmuten, want blijkbaar is het momenteel niet mogelijk om dat van onze kant uit te doen. Ah ja, oké, het is in orde. Dank u wel. Ja, goedendag. Mijn naam is Els Joris en ik werk als diëtiste in het revalidatiecentrum in Pulterbos. En zoals jullie gehoord hebben, worden de koolhydraten enorm geweerd uit de zon. Els, wij horen jou niet meer, want jij bent terug op mute gezet en dan verstaan wij jou niet natuurlijk. Els, zou jij je kunnen unmuten, want jij staat op mute nu en wij horen jou dus niet. Is het nu beter? Nu is het prima. Oké. Zoals jullie al gehoord hebben, worden de koolhydraten enorm geweerd uit het ketogeen dieet. Wat ook inhoudt dat er eigenlijk weinig groente en fruit worden verwerkt in het dieet. Maar de grote bronnen, zoals brood, bloem, aardappelen, rijst, pasta, worden eigenlijk volledig verbannen uit het klas, meestal verbannen uit het ketogeen dieet. Dus zoeken we natuurlijk vervangmiddelen. Dat houdt in dat je keuken een beetje anders gaat moeten organiseren. En dus vooral voor de producten
die we toch nog wel willen klaarmaken. Zoals brood of eens een koekje of een gebakje. Gaan we dus een vervanging zoeken van bloem. Maar we zoeken natuurlijk producten die heel veel vetten aanbrengen. En dat zijn gelukkig de noten die ook op de lijst van gezonde producten staan. En die verwerken we dus verder in onze receptjes. Ja. Dus hier onder andere amandelen, die we zo kunnen kopen en we vermalen die dan. Dan kan je die als bloem gebruiken. Als je die nog verder mixt, dan komen eigenlijk de vetten vrij uit de noten en heb je een soort paad, een vaste massa die je ook kan uitsmeren voor op een zelfgemaakt ketogeen brood te smeren. De macadamia-noten zijn heel dankbare noten. Die zitten qua ratio eigenlijk al perfect op, bijna op 4-1. Waardoor dat ze ook als tussendoortje is kunnen gebruikt worden als snack. Maar ook om verder te verwerken in de recepten. Wat we ook gebruiken is psyllium. Psyllium is eigenlijk vlozaad, zoals ze noemen. En dat wordt eigenlijk veel gebruikt om een binding te geven aan een deeg die je wilt bereiden. En dan hebben we hier ook de amandelen schijfjes staan hier ook nog. En dit kokosmeel kan zeker ook nog verwerkt worden als vervanging van bloem om recepten uit te werken. Lijnzaad is ook een dankbaar product dat kan gebruikt worden. Het brengt onder andere vezels aan, want doordat je weinig groente en fruit hebt in je product en ook weinig zetmeelbronnen, heb je ook een lage aanbreng van vezels. En lijnzaad kan een beetje het probleem van obstipatie opvangen en brengt ondertussen ook vetten aan. Hier hebben we de korreltjes. Ik weet niet of dat je het zo kan zien. Het zijn eigenlijk nog losse korreltjes, maar dit kan je eigenlijk in een mixen, verder mixen, waardoor je ook terug een meel krijgt. Voilà. Geen pasta is voor sommige mensen toch ook een aanpassing. Daar bestaat onder andere soort pasta op basis van de cognacplant. Deze vind je onder andere in de Delijzen. Heeft een bepaalde geur, zit dicht bij de visgeur. Als je het product open doet, moet het zeker goed afspoelen. En daarna eventjes opwarmen, ofwel een paar minuutjes in de microgolf of in kokend water. En is een goed alternatief om bij een bolognese saus te verwerken. Wat staat hier nog? Ja, suiker is volledig verbannen uit het ketogeen dieet. Dus hebben we alle geluk de kunstmatige zoetmiddelen als alternatief. En we geven de voorkeur aan de vloeibare vorm. Omdat deze geen extra koolhydraten bevatten, gebruiken we die granulaat, dus de poeder die je met een lepel kan verwerken. Dan zit daar nog een spoor van koolhydraten in. En we willen eigenlijk de koolhydraten die we mogen geven in de gezondst mogelijke vorm geven. Dus we geven liever al liefst maar één aardbei dan dat we ons koolhydraten moeten spenderen aan een product waar je eigenlijk geen positieve voedingswaarde van hebt. Ja. Wat ook veel gebruikt wordt, zijn de siropen zonder suiker. Is ook een goed alternatief en kan ook mee verwerkt worden in dessertjes om de smaak, de kleine hoeveelheid fruit die je in je receptje hebt, toch nog die smaak een beetje op te krikken. Cacao is ook een dankbaar product, bevat ook vetten, dus kan ook de ratio, dus de hoeveelheid vetten in je product verhogen. En mascarpone is ook iets dat meestal in de koelkast staat, heeft ook een hoge vetgehalte. De kruidenkaas is ook een product dat veel voorkomt in de receptjes, is ook iets handig om snacken mee te maken.
Een schijfje komkommer, dat als je er een paar eet, gaan we dat zeker niet meerekenen. Met een laagje kruidenkaas op is ook een goed alternatief voor is een tussendoortje of een knabbeltje. Dit is een voorbeeld van een ketogeen brood dat we gemaakt hebben. En hier kan dus ook de kruidenkaas op gesmeerd worden. Of gemixte noten, pasta. Wat we ook kunnen doen is van een vleessalade die we hebben nog extra mayonaise onderdoen. En op die manier ook bij de broodmaaltijd aanbieden. En ja, kruiden zijn altijd dankbare producten. Dan hebben we hier ook nog alle vormen van olie en boter en vloeibare boter, die we natuurlijk veel nodig hebben om onze vetgehalte naar boven te brengen, waar dan we ook onze gerechten in bereiden. Waar we zeker moeten opletten is als je vlees bakt bijvoorbeeld, gaat een afgewogen hoeveelheid zijn, dat je het vet dat in de pan blijft ook verder wordt verwerkt in je recept. Dus bijvoorbeeld als je van pompoenen frietjes maakt en je bakt dat in een bepaalde afgewogen hoeveelheid vet, dan moet je het vet dat achterblijft in je pan ook verder verwerken. En dat kan je dus bijvoorbeeld mooi mengen onder een afgewogen hoeveelheid mayonaise. En dan heb je dus pompoenfrietjes met mayonaise die kunnen gegeven worden. Want de gewone frieten staan niet op de menu. Room, ook een dankbaar product om een hoog ratio te bereiken. En champignons bijvoorbeeld. Slorpen heel veel vet op, veel vocht op. Dus ook heel dankbaar om in een recept te verwerken voor een sausje, een roomsausje. Maar je hebt nog vetten die ook nog mee moeten verwerkt worden in dat sausje. Door het gebruik van champignons heb je toch geen... blijft het vet niet op je gerecht liggen. En dan ja, een kleine hoeveelheid groenten proberen we toch altijd in de hoofdmaaltijd, de warme maaltijd, te verwerken. Van de bloemkool bijvoorbeeld kan je die ook raspen, waardoor je een soort rijst hebt. Maar alles wat we van groenten en fruit gebruiken, moet zeker afgewogen worden. Dat zijn zo wat de... Ah ja, en dan ook nog een avocado. Is ook een heel dankbaar product, geeft weinig extra smaak, maar heeft een hoger vetgehalte. Dus op die manier kan je eigenlijk extra de ratio gemakkelijker bereiken door het verwerken van een avocado. Dus dat zijn wel heel belangrijke producten die je in de keuken moet hebben. En een aantal toestellen ga je ook nodig hebben, onder andere de weegschaal, die zeker veel wordt vastgenomen als je begint te koken. En dan, hoe noemen we dat? Een kutter noem ik dat. Waar je eigenlijk de zaden en de noten in kunt mixen. Dat is ook altijd handig. En dan een spiraal. Snijder die ook wordt gebruikt voor bijvoorbeeld courgette of wortel. En op die manier ga je ook een soort vervanging van de pasta kunnen aanbieden. En dan heb je Christel misschien horen vertellen dat er ook een soort gemixte voeding wordt gemaakt voor kleine kinderen. Door het gebruik van olie en room. En een kleine hoeveelheid groenten heb je soms een vrij vloeibare massa. En de kindjes, kleine kinderen, die dan met de lepel worden gevoed of zelf moeten lepelen, lopen het soms iets te snel van de lepel af. En dan gebruiken we gelilact. Gelilact is eigenlijk een bindmiddel dat geen koolhydraten aanbrengt, waardoor dat we het dus vrij kunnen gebruiken om een betere binding te hebben. Die psyllium, heb ik dat gezegd? Psyllium was ook een loonzaad, maar ben ik vergeten te zeggen dat het heel belangrijk is
dat als je het in je recept verwerkt en dat je het eerst heel goed mengt onder je gemalen noten of onder de droge producten, dat het goed verspreid is over de droge producten. Want vanaf het moment dat je het mengt met iets vochtig, begint dat vocht vast te houden. En als het niet schoon verspreid is, gaat de ene klomp krijgen op een bepaald product en de rest krijg je er niet meer onder gemengd. Dus dat is wel een heel belangrijke, als je psyllende zaad zou gebruiken, dat je dat echt heel goed mengt, eerst onder de droge ingrediënten. Ik denk dat dat zo wat de belangrijkste... ik weet nog een paar dingen. Toch nog belangrijk. Als je iets klaarmaakt, maak het ineens in een dubbele of vier keer zoveel. Want je kan enorm veel recepten, gerechtjes in de diepvries bewaren of in de koelkast voor een paar dagen of weken. Waardoor dat je niet elke dag of elke maaltijd in de keuken moet gaan staan. Dus een ontbijt zijn regelmatig pannenkoekjes of... omeletten, want met eieren wordt er ook veel gewerkt. Dus maak ineens vier pannenkoeken. Als er maar eentje eet 's morgens, de andere kan je invriezen of bewaren voor de volgende dag, waardoor dat je minder werk, je eigen werk geeft. Ja. Dat was zo hetgeen wat ik denk dat toch heel belangrijk is als je als je wat wil weten over ketogeen dieet in de praktische keuken. Oké. Dankjewel, Els. Dat was heel, heel duidelijk. Ik denk dat dat al een goed idee geeft van waar men wat men best koopt. Zowel qua producten als materiaal dat je terug moet helpen. Ik denk dat dat al... Hadden wij dat ook gehad in de tijd dat wij dat voor ons dochter deden, dan was dat ook al heel goed geweest. Ik ga nu heel graag het woord geven... Als het lukt, aan Marianiek Breikpot. Zij werkt dus bij Nutritia en zij gaat kort toelichten, vooraleer we dan terug overgaan naar Els voor de live cooking, maar zij gaat kort toelichten hoe Nutritia eigenlijk als bedrijf ook patiëntjes die de ketogeen dieettherapie volgen, kan bijstaan. Ja, dankjewel Stefanie voor de aankondiging. Even checken, is het geluid goed? Want wij zitten hier met een dubbele setting, dus geen echo voor niemand? Nee, oké. Dankjewel voor de aankondiging. Ik ga mezelf ook even voorstellen. Ik ben dus Marianiek. Ik ben ook, zoals Els en Christel, diëtiste van opleiding. Maar niet zozeer werkzaam in de klinische setting, maar wel bij Nutritia. Waar ik het ketogeen productgamma vertegenwoordig. Ik ga een paar slides zeer kort toelichten om jullie een beetje meer duiding te geven. Eerst en vooral, Nutritia is bij het grote publiek denk ik vooral gekend omwille van zijn zuigelingenvoeding. Nu, naast die zuigelingenvoeding hebben wij een heel breed gamma aan medische voeding. Waaronder zondevoeding, aansterkvoeding. En een luik van die medische voeding is eigenlijk ook voeding die speciaal ontwikkeld is voor kinderen met een metabole aandoening. Of kinderen met refractaire epilepsie die de ketogeen dieettherapie zouden volgen. En als we dan even kijken naar de tijdlijn van Nutritia, dan zien we dat, dat we heel wat jaren op de teller hebben staan in de ontwikkeling van die medische voeding. Daar zit heel veel wetenschappelijk onderzoek achter. En dat wetenschappelijk onderzoek heeft in de jaren 90 eigenlijk geleid tot de productie van, of het op de markt brengen van MCT-olie. MCT-olie was eigenlijk voor ons het eerste product dat paste binnen de ketogeen dieettherapie. Dus wat eigenlijk wil zeggen, hè, dat wij sinds de jaren 90, dus ondertussen al meer dan 30 jaar ervaring en verder onderzoek hebben gedaan op die ketogene producten, nog heel wat producten op de markt hebben gebracht. Maar zoals deze grafiek of deze
slide ook aangeeft, is die reis zeker nog niet af. Wij blijven ons verder verdiepen in de materie en we blijven ons verder wetenschappelijk uitdiepen om nog verder innovatieve producten op de markt te brengen. Nu, het is zo dat spijtig genoeg eigenlijk heel wat patiënten met een moeilijk te behandelen epilepsie nog niet de optie hebben gekregen om aan de slag te gaan met het ketogeen dieet. Als het een optie is, als de neurologen het toch een gedegen optie vinden voor die kinderen, om te starten met het ketogeen dieet, vinden wij, of is het de missie van Nutricia, dat dat eigenlijk moet gebeuren op een zo succesvol mogelijke manier. En wij proberen daar eigenlijk ook via onze weg zoveel mogelijk ondersteuning aan te bieden. Nu, hoe gaan wij dit juist doen? Onder andere, jullie hebben de producten al zien verschijnen, daarnet ook in de vorige presentaties. Dus door eigenlijk een heel productportfolio aan te bieden. Eigenlijk hebben die producten het voordeel dat die heel gemakkelijk verwerkt gaan kunnen worden in ketogene recepturen. Waardoor het eigenlijk heel gemakkelijk is om aan de juiste ratio te geraken. En anderzijds, het andere voordeel van die producten is dat je dankzij hen eigenlijk een nutritioneel volwaardige maaltijden gaat kunnen aanbieden. Door Christel daar dit ook al aangegeven, denk ik ook wel een belangrijke van het moment dus dat ze eigenlijk de diagnose is gesteld van refractaire epilepsie, zijn Ketocal en Liquigen eigenlijk volledig door de mutualiteit teruggebracht. Nu, naast die producten gaan we nog een stapje verder. Nutricia ontwikkelt ook een aantal tools die het iets gemakkelijker zal mogelijk maken om aan de slag te gaan met het ketogeen dieet. Zo hebben wij onder andere een aantal folders en brochures ontwikkeld, waar dat eigenlijk de informatie die jullie vandaag hebben gehoord voor een groot deel in vervat zit. Dus belangrijk is, als jullie graag die folders zouden krijgen, dus om daar even naar te vragen aan jullie diëtisten of aan jullie neuroloog. En anderzijds hebben wij heel recentelijk ook een online platform ontwikkeld, genaamd ketocafé.be. Jullie kunnen ook via de diëtisten daar de inlogcode voor verkrijgen. En eigenlijk is het een platform dat een hele bron aan inspiratie kan zijn voor wat betreft recepturen. Aan de hand van gemakkelijke filtertjes zullen jullie heel snel de juiste recepturen kunnen terugvinden. Als je moet bijvoorbeeld rekening houden met een bepaalde ratio. Of als je zegt, ik ben op zoek naar inspiratie voor lekkere ketogene ontbijten, kan dat heel gemakkelijk opgezocht worden. En het is ook zo dat er eigenlijk een functie zal zijn waardoor het heel gemakkelijk zal zijn om zelf recepten in te berekenen. Maar voor verdere informatie verwijs ik daar heel graag voor naar de diëtist. Het is nu zo dat Els en ik, we staan hier in de keuken en wij gaan even praktisch aan de slag. Het is eigenlijk vooral de bedoeling om te laten zien dat ketogeen koken best eenvoudig kan zijn. Heel smakelijk en ook heel kindvriendelijk. Dus Els, ik kom naar jou toe. Ik ga hier eventjes op mute zetten. Ja, wij gaan het een beetje samen aanpakken. Zijn wij hoorbaar voor jullie? En geen echo? Zij horen niemand meer. Ja, wij horen jullie goed hoor. Marianiek en Willem hebben jouw slides weggedaan. Zo zijn we. Als je hoort dat er gekookt wordt, dan doen we alles weg. Hè? Ja, dat is jouw hoog. Oké. Het eerste recept dat we gaan maken zijn ketogene wafeltjes. Op basis van
een deel ketocalorie aan wandelen. Marianiek, we hebben terug, zoals daarnet, het probleempje dat we jullie niet meer horen. Dus wellicht zijn er de twee op mute gezet of zo. Kom hier dan. Oké, is het zo bezig, Stephanie? Ja, prima, denk ik. Ja, zo is het goed. Dankjewel. Dus we mengen eerst alle droge ingrediënten en dan apart de natte ingrediënten. En op het eind mengen we alles onder elkaar en bakken we de wafeltjes. Ja. Dus eerst doen we de ketokal bijeen met de amandelmeel en het bakpoeier. Belangrijk is ook, als je alles hebt afgewogen, dat je echt de potjes helemaal leeg maakt en dat er dus niks achterblijft in de potjes, want je hebt het juist berekend, dus het moet ook juist in de praktijk toegepast worden. Dus een potlekker is zeker een belangrijk onderdeel van je keuken. Voilà. Dus alles even heel goed onder elkaar mengen, dat alles goed verspreid is. En dan hebben we ook nog de eieren. De eitjes. De eitjes, die we samen met de olie. Dat is misschien belangrijk om te zeggen dat we de eieren goed moeten mengen voordat je dan ze afkrijgen. Ja, dat is wel praktisch. Dus echt de eieren goed loskloppen. Dan is het ook gemakkelijker om af te wegen. En dan zit je niet te smossen. En wat soms een praktisch tip is, dat je eventueel een klein spuitje, als je nog 5 of 6 gram te veel hebt, dat je dat zo kunt opzuigen of anders met een koffierepel of een soeprepel. Ja. Ik denk dat het handig is om te weten dat één ei ongeveer tussen de 50 en 60 gram weegt. Ja, ja. Dus als je, we hebben hier met de helft van de hoeveelheid gewerkt, dus als je 140 gram ei nodig hebt, komt dat overeen. Ja. Voilà. Dus de eieren mengen met de olie. Het kan ook met boter gemaakt worden en dan is het eigenlijk handig dat je de boter gebruikt die al uit de koelkast is, dus die op kamertemperatuur is, en dat je die eventjes zo wat losroert of los maakt totdat je zo'n beetje de mayonaise dikte hebt. En dan het laatste is de room. Voilà. En al dat meng je onder elkaar. En best morsen dus. Voilà. Ook even eerst apart onder elkaar roeren. En dan kan je de natte en de droge bij elkaar brengen. En heb je de juiste deeg. Dit is eigenlijk een recept met een hoog vetgehalte. Dus uw wafelijzer kan wel een beetje ingevet worden, maar het hoeft niet echt. Heel belangrijk is geduld. Geduld voor deze wafeltjes te bakken, maar ook een wafelijzer dat heel warm kan gemaakt worden. Dus goed op tijd opzetten, uw wafelijzer. En ja, soms duurt het toch wel een minuutje of 6, 7 voordat die wafeltjes echt goed gebakken zijn. Dus niet te vroeg gaan piepen, omdat de wafels gelukt zijn, want dan maak je ze eigenlijk wel stuk. Het is een beetje op basis van ervaring dat ik deze tip meegeef. Voilà. Dit is een vrij vloeibare deeg. We zullen misschien even laten zien. En deze wafels hebben een ratio van 3. 3 op 1. 3 op 1. Dus dat betekent dat eigenlijk voor 1 gram eiwitten en koolhydraten samen, dat er 3 gram vet is. Ja. Dus we hebben het vet uit de eieren, het vet uit de olie en dan het vet van de room. En als je het net ook gezegd
om die wafels perfect in de diepvries kunnen. Hè? Ja. Dus je kunt ook, als je dan toch aan begonnen bent en je wafelijzer is warm, kun je er beter mee eens steam bakken, waardoor dat je eigenlijk de wafeltjes in de diepvries kunt steken. Of zelfs een week in de koelkast afgesloten, recipiënt en in de koelkast bewaren. Ja? Okay. Ja, dus ja. Het is klaar om eigenlijk af te bakken. Ja, die kunnen we bakken. Ja, oké. Prima. Ondertussen... ga ik een aardbeienmilkshake maken. Ik ga de ingrediënten er ook even van bij inpakken. Die aardbeienmilkshake heeft een ratio van 4 op 1. Wat gaan we daar eigenlijk juist in doen? Dat is een 200, eventjes piepen naar het recept, een 260 gram Alpro sojakazine. Hier gaat nog 20 gram ketokal 4 op 1 in. Ik heb hier gekozen voor ketokal met het vanillesmaak. In het recept staat dat je ook de neutraal kan gebruiken, maar ik vond het net zo iets lekkerder door het vanillecomponent eraan toe te voegen. We gaan ook wat aardbeidjes toevoegen. Ik heb gebruik gemaakt voor deze webinar om met verse aardbeien te werken, maar we zijn helemaal niet in het seizoen. Hier kunnen perfect eigenlijk diepvries aardbeien voor gebruikt worden. En dan heb ik ook nog een klein beetje kunstmatig zoetstof. Dat is naar smaak toe te voegen. Ook in het recept wordt eigenlijk aangegeven om de ketokal eerst met een beetje water op te lossen. Ik heb die shake ondertussen al dinsdag weer veel gemaakt thuis. Het is helemaal niet nodig. Je voegt alles in de keukenrobot. We gaan hier gebruik maken van zo'n keukenrobot. Het is eigenlijk helemaal niet nodig om die te hebben. Je kan het perfect gewoon met een staafmixer. Ja. Het is wel zo dat de ketokal best oplost in lauw water. Ja, vandaar oplosbaarheid om de pompertjes te... Als je echt de ketokal wilt verwerken in een ander recept als melk, dan is het wel, dan lost hij wel beter op als het water een beetje lauw is. Ja. Dit was twee keer room. Het is omdat ik 260 gram room nodig heb. Het busje hier is 200 en dan heb ik nog 60 afgewogen. We gaan het allemaal samen voeren. Dit is ook een recept dat je kan gebruiken om ijs te maken. Dus het is een soort milkshake. Maar als je dat in een bakje doet en in de diepvries steekt en om het uur is eventjes omroert, dan heb je de volgende dag een ijs dat je kan gebruiken. Niet te lang in de diepvries laten, want anders komen er te veel ijskristallen in. Dus als je de volgende dag ijs wil eten, maak het op voorhand, een dag op voorhand, maar niet 3 weken op voorhand. Ik ga even lawaai maken. Dus zoals jullie kunnen zien, is dat echt helemaal niet moeilijk en is die super snel klaar te maken. Dus ik ga die wel wat schikken. Ja. Ja, dus je kunt ofwel de aardbeien nog wat heel laten, ofwel volledig mixen. En als je de aardbeiensmaak iets te flauw vindt, dan kan je eventueel nog die zero siroop gebruiken om die smaak een beetje op te tillen. Ja. Oké. En dit is eigenlijk bijvoorbeeld ook die aardbeienshake is ook perfect of leent er zich ook perfect toe om een beetje liquid in aan toe te voegen. Waardoor dat we eigenlijk dus wat MCT-vetten gaan aanbrengen en daar op die manier eigenlijk een extra boost gaan geven om die ketone-productie op te gaan. Ja, en eigenlijk de smaak van MCT gaan we daarmee proeven. Ja. We hebben een beetje getoverd, hè. We hebben al een wafel klaar. We gaan toch eventjes het eindresultaat laten zien. Aan jullie laten zien.
Voilà. Ik geef aan u de eer. Ja. Voilà. Spijtig dat jullie ze niet kunnen rieken, maar zo zien ze eruit. Voilà. Voilà. Ik hoop dat jullie nu zin krijgen om dat te koken en te experimenteren. Maar er zijn zeker voldoende recepten op de website te vinden. Ook ideeën. Op YouTube vind je ook veel voorbeelden waar je natuurlijk na berekening zelf ook mee aan de slag kunt gaan. Voilà, veel succes! Oké, dank jullie wel, dames. Dat was heel fijn om te zien. Ik heb eigenlijk zin om van die dingen te gaan proeven. Ik heb al de geur van wafels in mijn neus hier. Ik wou het misschien nog heel even meegeven, hè, dat het recept van wat jullie daar hebben klaargemaakt, dat dat naar de meeste mensen die deelnemen deze namiddag is opgestuurd via de post. Andere mensen hebben mij dat gevraagd om dat elektronisch ter beschikking te stellen. Ik denk dat we dat sowieso wel kunnen regelen, hè, dat we dat nu nog aansluitend op het webinar, dat we dat elektronisch opsturen. Of staat dat ook op Keto... Ja. De aardbeidshake staat sowieso op ketocafé.be. De wafeltjes nog niet, maar wij gaan naar, het is een recept dat helemaal vanuit Pilderbos tot hier is gekomen. Maar we gaan vragen of dat we dat zeker ook op het ketocafé kunnen zetten. En het is ook nu perfect mogelijk om die digitaal door te sturen en te delen. Ja, absoluut. Maar dan denk ik dat we misschien voor de makkelijkste oplossing kunnen kiezen. Hè? Dat we kunnen verwijzen naar ketocafé.be en dat de mensen dan daar in dat centraal punt die recepten kunnen gaan downloaden en dat ze dan meteen ook hele andere recepten kunnen zien. Ja. Ja. Oké. Dank jullie wel allemaal. We zijn net binnen de timing, dus dat is zeer goed. Ik wil elkeen van jullie ook apart nog eens heel hartelijk bedanken om de tijd en energie hierin te investeren. Ook al zijn er wat technische problemen geweest deze namiddag. Ik denk dat we er uiteindelijk toch in geslaagd zijn om dat allemaal tot een goed einde te brengen. Dankzij allemaal jullie bijdrages. Misschien ook nog heel even vermelden dat ik daar net in het begin, omdat het heel even een stressmoment was voordat we live gingen, op het moment dat we vaststellen dat er een technisch probleem is en dat ik heel oneerbiedig, en dokter Verhaert heeft dat goed gemaakt, vergeten te vermelden ben dat professor dokter emeritus Willy Renier normaal gezien vandaag een presentatie zou geven over de geschiedenis, onder meer van het ketogeen dieet, maar dat dat dus niet mogelijk is gebleken omwille van... audioproblemen en ik ben hem dus vergeten te vermelden. Dus bij deze doe ik dat dus nog wel even. Ook dank aan professor Renier voor zijn bijdrage en we gaan zijn presentatie en de tekst die hij geschreven heeft over ketogeen dieet en de geschiedenis daarvan ter beschikking stellen via onze website, zodanig dat degene die zijn bijdrage toch nog willen doornemen, dat ook kunnen. Ik wil misschien ook nog heel even meegeven dat er zijn nog een tweetal vragen toegekomen die behoorlijk, praktisch van aard zijn, denk ik, als ik ze heel vlug bekeken heb. Ik stel voor dat we ze misschien aansluitend op het webinar dat ik bekijk met een van de diëtisten, als jullie daartoe bereid zijn om daar een antwoord op te formuleren. Maar ik heb de e-mailadressen van de mensen en dan gaan we een antwoord elektronisch doorsturen als jullie dat goed vinden. Ondertussen is het is huiselijk, hè, is mijn hond aan het blaffen. Dat is eigenlijk het eigen signaal van dit webinar. Oké. Heel hartelijk dank aan iedereen. En we hebben naar de toekomst toe momenteel geen verdere webinars gepland, maar dat betekent niet dat er niet aan gewerkt wordt achter de schermen. Heel graag tot later en dank jullie wel. Dag.